Dat ik dus een veld. En dan kun je hier op drukken op dat hoekje. En dan pak ik altijd pop. Dan ben je altijd een beetje gekleurd. Kijk. Oh, kijk. Dat is mooi. Oh, wacht even. Leuk, hè? Ja, dat is redelijk. Nou, lieve mensen. Oh, er is nog niemand die kijkt. Nou. Dat komt. Ik ga alvast voor de bij de boven. Kijk, hoe groot ben jij? Even. Ik ben 1,70, schat. Ja, maar even een beetje met de microfoon over. Ik ben niet zo heel groot. Ik had vroeger wel iets anders wat heel groot was, maar nu niet meer. Ja, was het groot? Ja, het was 21 centimeter. Oei! Ik neem aan dat dat wel groot was. Ja, dat is best, zou ik maar zeggen, hè? Jammer dat je er vanaf wou. Als ik even de tijd kon terugdraaien, had ik het wel even gedaan. Eventjes, hè? Voor, even voor de zaadjes bij Rosanne naar binnen, ja, te schieten. Precies. Scheel me weer een hoop. Even kijken, wat ben je aan het doen? Ik ga live. Oh nee, nee, ja. Dan moet je eerst live gaan, hè? En dan kun je dan hier in dit hoekje, als het goed is, ja? Ja. En dan druk je op pop. Yes. Kijk, heb je een beetje iets meer contrast en zo. Oké. Dan is het beeld veel mooier. Kijk. Louisa. Hi. En ik zijn live. En wat gaan we doen? Nou, we zijn hier in de studio van, hoe heet de studio? Recover Productions. Recover Production. En ik ga een duetje opnemen met Lola Lee, bekendste travestiet van Limburg. En we gaan nu naar boven naar de studio. Yes. Yes, we go. Tot zo. Tot zo, schat. Doe je even sigaretjes draaien? Ja, ik maak een paar sigaretjes. Wat moet je drinken of niet? Nou, een zuurtje. Hi. Hier is onze Lola. Hey, goedemiddag allemaal. Hallo. Hebben we er zin in? Ja hoor. Hallo. Oké. Wil je een pepermuntje? Zo zingen we dat. Nee. Moet ik gewoon naar boven lopen? Heb je de tekst? Nee. Even buiten. Nee. Je kunt toch wel even uitprinten? Ja, heb jij papijen? Oh, kijk. Het is goed. Net als een bij. Soraya, schatje van me. We gaan hier even een wereldhit creëren. Ja, we gaan eens eventjes kijken of we met dit liedje een wereldhit kunnen bereiken hier. In Nederland. Wereldhit in Nederland, dat lijkt geweldig. Nou, kijk eens hier. Hier hangen gewoon de cd's op van Lola Lee. Kijk. You Make Me Hot. Dat nummer ken ik helemaal niet. Heel lang geleden is dit. Nou, dat ziet er wel heel professioneel uit hier, hoor. Wat dacht jij dan? De grafkelder was ofzo? Ja. Wie is hier de grootste lellebel? Nou, ik heb... tekst. Dus die ken ze niet, ze kennen de tekst niet, dus ik denk, weet je wat, ik doe hem eventjes uitprinten voor haar. Dus heel veel tekst is niet te veel tekst voor je eigenlijk. Ik kan niet meer zetten. Patrick, schatje, lekker ding. Nou weet je, het komt steeds bij en dan komt het weer af. Okay, maar uiteindelijk heb ik meestal, als ik afsluit, iets van 2000 kijkers gehad. Kijk, of zo. Gehad. Okay. Hoe moet ik dat neerzetten? Zo. Kan ik het zo neerzetten? Zo. Ja, dat is veilig. Grappig eigenlijk, hè? Dat gewoon voor dat, staat en dat je het... De camera zit ziet, hè? De camera zit hier, hè? Dat is allemaal goed. Och. Daar zit de camera. Ja, okay. Kijk, ideaal. Is dat ook genoeg? Dat is mooi. Tekst bekend al. Wil jij hem eerst alleen zingen, of... Ik dacht sowieso, als ze hem samen gaan doen, dat jij begint met de eerste twee, ik twee. Jij twee, ik twee. Is dat goed? Maar mag ik deze doen?
Prima. Die vind ik wel bij me passen. Ik vind het prima. Ik dacht net dat je die niet wilde doen. Dat je meer bij mij vond passen, maar ik vind het prima. Nou, mensen twijfelen nog wel eens als ik een man ben. Dus ik heb zoiets, laat ik het dan ook zingen. Ja, ben echt een man, ja. Dat ja. Top en op een top man, ja. Maar wat wil je eerst alleen? Vind je het fijner eerst samen? Zullen we misschien eens voor de proef samen doen? Samen, dat is leuk, ja. Oké. Dan heb ik op telefoon erbij. Moet ik dat ding ook op? Lijkt me handig. Dan hoor je wat we gaan doen. Dat is wel handig, hè. Moet ik dat ding ook op? Lijkt me wel verstandig om dat ding. Ja, zeker. Hoor je wel wat? Ja. Moet ik hem hier erin steken, Hans? Die anders wachten. Het zwarte gaat. Altijd een zwarte gaat. Moet er geduwd worden. Ik wil ook make-up. Wil je make-up? Make-up. 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 Hoor je me? Ja. Oh, nee, daarom moet je zingen. Maar volgens mij horen die mensen geen muziek en horen ze ons alleen maar. Dus dat klinkt eigenlijk helemaal nergens na, maar ja. Oh jee. Dus daar mag geen opnames van gemaakt worden dan. En als ik dat ding bij jou neerzet dan? Nee, dat is ook geen geluid. Oh, oké. Okay. Wij krijgen sowieso geen geluid, maar dat wist je niet. Het is geen geluid. Het is een geluidloze studio. Wat zullen we doen? Dan zullen we gewoon kappen nu dan? Ja, zodat we ons kunnen inzetten voor het liedje. Of voor het goed doel, dat kunnen we ook doen natuurlijk. We kunnen het gaan sponsor inzetten. Low and Low. Ja, precies. Nou lieve mensen, we gaan need even... the money. Yeah, for the lips. Ja. Yeah. We gaan even offline, maar we zijn er straks weer even terug. Ja. Over een klein half uurtje of zo. Toedeloe.